In hun rol om het voorstel van de Europese Commissie voor een energieunie te controleren, rapporteren de leden van de Socialisten en Democraten van het Europese Parlement over innovatieve voorbeelden van duurzaam gebruik van energie. Vandaag in Roeselare, in het westen van België, heeft Europees parlementslid Kathleen van Bremt een nieuw residentieel gebied bezocht waar huizen verbonden zijn met een verwarmingsdistrict. Je hebt hier heel propere energie. Er is geen connectie meer met gas of een andere fossiele brandstof. Volgens mij is dit de toekomst. Het idee van een energieunie komt van de wil om een nieuw energiemodel voor Europa te creëren, gebaseerd op een duurzame en carbonvrije economie. We moeten ervoor zorgen dat Europa tegen 2050 volledig geconnecteerd is op hernieuwbare energie. En dat doen we ook door al onze woningen, door ons hele economische systeem veel energie-efficiënter te maken. En als je dat dan bekijkt en je ziet naar dit simpele voorbeeld, hè, dan merk je dat dit niet alleen compatibel is met de energieunie, maar het is gewoon de ruggengraat van de energieunie wat we hier vandaag zien. We zijn naar de verbrandingsinstallatie van Roeselare gegaan om het proces van nabij te observeren. Een warmtenet is heel eenvoudig. Het is vergelijkbaar met een groot centraal verwarmingssysteem. Dus de bron hier bij ons is de verbrandingsoven. Even kijken hoe het werkt. Dit is de verbrandingsinstallatie van Roeselare. Elke dag wordt er 185.000 kilo afval, voornamelijk huishoudafval, op hoge temperatuur verbrand. Zonder toevoeging van externe brandstoffen. De warmte die opgewekt wordt, wordt omgezet in oververhit water en stroomt aan 110 graden Celsius door ondergrondse buizen. Op die manier wordt warm water, bron van hitte, gestuurd naar scholen, een ziekenhuis, een zwembad, serres en privéwoningen. Maar is het echt mogelijk om afval te verbranden zonder vervuiling noch verspilling? Het antwoord is ja. Tijdens het verbrandingsproces worden schadelijke stoffen die in de rook aanwezig zijn geneutraliseerd in verschillende filterstappen. Bovendien wordt het overschot van heet water dat niet gebruikt werd voor de afstandsverwarming in elektriciteit omgezet. Genoeg om het elektrisch verbruik van de verbrandingsinstallatie, een serre van 20 hectare en een biomassa-unit te produceren. Uiteindelijk worden met dit systeem elk jaar 4 miljoen liter stookolie bespaard. De inputstroom, ons afval, is huishoudelijk afval. Dat komt van ongeveer 400.000 inwoners in een regio rond de verbrandingsoven. En dat is uiteindelijk onze brandstof, de huisvulzak. Dat systeem waarborgt voor de consumenten een energiefactuur 5% goedkoper dan wanneer ze gasapparatuur gebruikten. Een belangrijk punt dat het comfort van een duurzaam huis betaalbaar maakt. Hier zijn we eigenlijk in een woning die aangesloten is op het warmtenet. Het is een van de eerste woningen in Vlaanderen, een van de eerste private nieuwe woningen die aangesloten is op het warmtenet. En met de nieuwe uitbreiding die we gaan doen dwars doorheen de stad, we gaan dus eigenlijk heel de stad ondergronds doortrekken met het warmtenet. En daar zullen nog eens 1500 woningen op heel korte termijn worden aangesloten. Dus dan gaan we ongeveer 2500 nieuwe woningen binnen in de eerste jaren kunnen aansluiten. Een expansie die hoog potentieel weergeeft en heel veel inspiratie voor de Europese energieuitdagingen. Laten we terug trots zijn op onze energie. Dat mag niet iets vuil zijn, iets dat slecht is voor ons leefmilieu, voor ons klimaat, maar iets dat ons warmte biedt en echte energie geeft. Laat ons terug trots zijn op onze energie.